Ja, dan gaan we naar volgende week. Australië. Volkanovski tegen Islam. Ja, we hebben er best wel een grappige reel van toen destijds. Misschien wel de grappigste die we hebben gehad. Over dat we vinden dat... Ja, eigenlijk kwam het erop neer dat we vinden dat Volkanovski geen schijn van kans heeft. Denken we daar nog steeds hetzelfde over? Ja. Ja? Ja, man. Vooral na die video ook. Ik zie hoe ze trainen. Die man is, ja. Kijk, geen schijn van kans, dat heb je... Dat heb je nooit. Heb je nooit. Maar de kans is wel echt 95% of zo dat Islam hem pakt. Ja. Van Islam ga je niet winnen, bro, denk ik. Nee, man. Maar in principe van... Volkanovski ga je ook niet snel winnen. Maar dat is wel in zijn divisie natuurlijk. Hij moet zwaarder worden. Ja, maar... Ik denk dat hij is ook best wel klein. Hè? Hij is wel heel... Hij was vroeger natuurlijk heavyweight en rugby gedaan. Maar hij is... In de featherweight division is het wel gewoon een kleine gast. Mm-hmm. Voor die lightweight division, daar heb je gewoon echt monsters. Islam is groot, hè? Ja, Islam is echt groot. Ook voor zijn divisie. Ja. Hoe denken jullie dat zo'n... zo'n gozer als Volkanovski echt denkt, toch? Want hij is... Denk je dat hij echt zo zelfverzekerd is als dat hij zegt? Ja, hè? Zo komt het ook over. Want hij zegt echt van, wacht maar, ik zie ze altijd zo naar me kijken, denken dat ik klein ben. Maar ja. hij gaat me niet lang op de grond kunnen houden en stand-up ga ik hem pakken. Zo denkt hij gewoon. En dat gelooft hij dan ook echt, toch? Ja. Maar hij weet ook heel goed dat wrestling, dat hij veel minder is. Dat zegt hij ook gewoon. Mm-hmm. Daarom is hij ook nu weer heel, net als Charles, zeg maar, een wrestling coach erbij gehaald en heel veel wrestling. Maar je gaat, zeg maar, dat gat ga je niet inhalen in een paar maanden. Onmogelijk. Of weken. En dan ga je, zeg maar, net zo goed wrestling worden als Islam. Zo werkt het gewoon niet. Dat gat ga je nooit inhalen. Nee, dus je moet gewoon hopen op stand-up. En hopen dat je goed aardig doet in die takedown defense. Islam zei, ik wil hem knock-out slaan. Maar Islam gaat niet met hem staan. Ik weet niet waarom hij dat zegt. Maar... Ik denk dat hij het wel gaat proberen. Gewoon kijken hoe het is even, met hem staan. Maar hij gaat er snel achterkomen dat het niet verstandig is, denk ik. Ja, en dan gaat hij hem naar de grond halen. Dus of het lukt wel, knock-out, omdat hij gewoon groter is. En misschien is hij is ook best een aardige stand-up. Niet als Volk, maar hij is wel aardig. Wie weet. En als dat niet lukt, gaat hij hem naar de grond halen. Dus ik zie gewoon niet hoe de andere kant op kan vallen. Jullie zien geen mogelijkheden in dat Volk steeds weer van de grond afkomt. Ik denk dat hij gewoon Islam lang daarop gehouden is wordt. Het beste van iedereen die iemand op de grond houden. En op een gegeven moment raakt een man in paniek en dan komt hij met submission. Hij is niet eens heel eng grappling qua submissions. Maar hij houdt je gewoon zo lijp op de grond dat mannen fouten gaan maken. Van ik moet hier weg. En dan pakt hij een submission. En dat is hoe hij altijd wint. Ja. En ja, ik zie niet hoe Volk dat anders gaat doen, man. En toch... Is het een leuke fight of zo? Ja, omdat het is altijd leuk. Omdat iemand die heel onverslaanbaar lijkt, wil je gewoon... Je weet maar nooit. En dat wil je gewoon zien. Van stel, Volk doet het. Ja. Volk is natuurlijk ook zo hard, zeg maar. Ja, in zijn eigen divisie altijd geweest. Hij heeft al, weet ik veel, hoeveel gevechten niet meer verloren. Ja. Dus daarom is het... Dat doet UFC dan toch wel goed, weet je? Door zo'n gevecht. Ja. Iedereen heeft dat kleine stukje hoofd van... Wat als het wel lukt, weet je? Ja. Dan heb je weer een geweldig verhaal. En dan waarschijnlijk dan in tweede ronde submission, maar eerste ronde misschien wel. Ja. Maar goed, ik kijk er toch wel naar uit.